Een hele, hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Omgeving is anders, zoals je ziet. Ik ben namelijk in De Graaf zelf. Vandaag geen hardlopen en vandaag ook geen gym. Om de dood eenvoudige reden is dit. Een aantal van jullie hebben het al gezien en gehoord en een aantal natuurlijk niet. Wat is namelijk het geval? Sommigen zullen het misschien wel opgevallen zijn dat ik hier zo'n plekje had. Dat heb ik laten onderzoeken en dat was een huidkanker. Alleen wel een goedaardige. Het was vooropstellende, het was een goedaardige. Ja, dat moet natuurlijk weggehaald worden. En dat ben ik van de week bezig doen. Vorige week woensdag heb ik dat gedaan. Of laten doen. En dan krijg je dit. Dan krijg je zo'n mooi sneetje. Want het is natuurlijk niet alleen dat plekje wat dan gedaan moet worden. Maar ook wat weefsel rondom dat plekje moet gewoon fatsoenlijk weggehaald worden. Zodat je zeker weet dat daar gewoon goed weefsel zit. En niet alsnog mogelijk. Zogezegd geïnfecteerd weefsel zit. Dus vandaar. En ja, het ziet er nu even raar uit. Maar ja, het ziet er ook goed uit. En ik wil eigenlijk voorkomen dat ik... omdat het natuurlijk in het gezicht zit. Ik wil eigenlijk voorkomen dat als ik nou bij spreken ga sporten. En ik zou door het sporten het weer openhalen. Of doordat je per ongeluk zeg maar, met zweten... erin komt en zo, je haalt het open, dat daar dan weer dingen door gebeuren. Dus ik wil dit volgende week woensdag worden de hechtingen eruit gehaald. Dus dan is het zeker dat het dan dicht is. Ik heb nu eigenlijk een beetje voorbehouden zijn aan hetgene wat er nu is. Ik wil daar voorzichtig mee zijn. Dat is de reden waarom we dus en vandaag en dus niet bij wezen hardlopen en ook niet naar de gym ben geweest. Je zou natuurlijk kunnen stellen van oké, je kan naar de gym, je hoeft dat niet per se, zeg maar, je dik in het zweet te werken. Dus ja, het zou kunnen. Precies, het zou kunnen. Ik wil het zeker voor het onzekere nemen om dus dit goed te laten worden. Niet dat ik daardoor dat ik zo graag wil gaan naar de gym wil of gaan hardlopen en dat het dan daar toch misgaat uiteindelijk. Nogmaals, op zich, als ik het van dichtbij laat zien, dan ziet het er op zich goed uit. Wat dat betreft is het alleen maar prettig dat het er goed uitziet. Het is netjes gedaan. Ja, ik zal er een litteken aan overhouden. En ondanks dat het dan zegt van, oké, het was goed aardig. Er begon wel al een... Dat plekje wat er was, dat werd gewoon een gaatje. En dat is natuurlijk ook niet leuk. Het blijft iedere keer kapot, het heelde niet, er kwam geen vel overheen, het gooide niet dicht door de huidkanker, zou ik maar zeggen. Ja, dat ziet er ook niet uit. Dan loop je straks met een gat in je hoofd. Ja, dat ziet er ook niet uit. Plus, het is gewoon niet goed. Dus ja, dan is dit de beste oplossing. Nou, dan heb ik natuurlijk over een tijdje, heb ik straks op mijn arm heb ik ook nog zo'n plekje zitten. Maar dat wordt pas 15 december gedaan. En tot die tijd, na woensdag, daar kan ik wel eens wat gekeken hoe dat eruit ziet en of dat allemaal echt goed dicht is, ja of nee. Waarop dan ook gezegd kan worden dat ik het ook niet meer met de hechtingen, die draadjes die er zitten, dat ik die per ongeluk los kan trekken ofzo. Of, ik ben er gewoon voorzichtig mee. Dat is eigenlijk een beetje het hele verhaal. Ik loop al vanaf donderdag ook gewoon zo. Het is ook niet dat ik me ervoor schaam. Ik maak er geen af en toe een mooi verhaaltje van. Als ze vragen van God, wat heb jij gedaan? Dat ik dan iemand zeg maar, tussen zes planken heb gelegd. En alleen ik dit heb overgehouden. Maar het is natuurlijk kolder. Maar het is wel leuk om te vertellen. Het ziet er op zo'n stoer uit. Maar goed. Dat is dan een stukje wat er dan een beetje bij komt. Maar goed. We zullen het wel zien. Nogmaals, aanstaande woensdag wordt de hechting eruit gehaald. En dan weet ik ook hoe dat het er verder allemaal uitziet. Maar zover ik het kan bekijken,
is helemaal prima. Dus dat is eigenlijk gewoon goed. Dus daar ben ik wel tevreden over. Nou, ik zal even nog een keer een klein beeld maken. Kijk, zo ziet het er nou uit. Nou, naar mijn idee is het gewoon goed. Natuurlijk, het heeft een bepaalde periode nodig om te helen. Het heeft een bepaalde periode nodig om het goed een beetje weg te laten trekken. Dus wat dat betreft is er niks mis mee. Het is wat het is. En we zullen wel zien wat verder wordt. Dus, dat. Nou, dat gezegd hebben, ben ik weer thuis. Zoals je ziet, ik ga afsluiten. Wens ik allemaal nog een fijne zondag. En de komende dagen. Oh ja, we hebben in plaats van vandaag spelen, hebben we gisteren gespeeld. Tegen Halsteren. Ja, laten we het erop houden, we hebben gelijk gespeeld. Het was een goede pot die we gespeeld hebben. De tweede helft werd het wat minder. Maar goed, uiteindelijk hadden we nog de 1-1. Scheids was gewoon. Ja, het was gewoon een drama. En een bal hier krijgen terwijl die arm zo is en dan fluiten voor Hens. Ja, dat is gewoon een weggevertje. Drama. Maar goed, dat was het dan. Dus nogmaals, eventjes een duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie je volgende week zondag weer terug. Zou ik in ieder geval zeggen, tot de volgende keer. Ik zeg, met een hele welbekende korte, einde met een tjoe.